Goedemorgen allemaal, het is alweer 17 januari. Ja, het gaat hard. Nee hoor. Het is op dit moment 7:35 in de ochtend. Ja. Lovely is wonderbaarlijk heel droog geweest vannacht. Helemaal niks gedaan in huis. Die is gelijk even op het balkon geweest. Even plasje poepje gedaan, dat moet ik zo meteen weer even opruimen. Ja, dus ik ga zo even aankleden. En neem jullie gewoon weer lekker mee, zoals normaal. Alleen nu eventjes in met mijn telefoon. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Nou, wat ik al zei, het is nog lekker op tijd. In de ochtend. Lovely ligt daar. Die moeten zometeen nog te eten krijgen. En zij ligt weer wonderbaarlijk weer eens een keertje daar. Ja. En dan ga ik maar kleden. Ja. Ja, en toen liepen we alweer buiten en kleine puppy's worden grote puppy's, toch? Ja. Wat? Zei je nou? Ja. Ik zei ja. Oké, okay, mooi zo. Kleine puppy's worden grote puppy's. Ja, goed zo. Ja. Ja. Kom maar, meisje. Voor mij lopen. Kom maar. Ja, we lopen nou lekker buiten. Het is koud. En er valt ergens al sneeuw in Nederland. Dat heb ik al gezien op YouTube. Ik weet nou niet waar ik naartoe moet kijken. Volgens mij hier al naar mijn camera. Ja, daar, maar oké. Okay. Dus nee, maar er valt al ergens sneeuw in. Ergens in Nederland, of weet ik veel. Dus dat wordt nog leuk. En het is niet zo koud. Oh, het is niet zo koud. Ik heb geen handschoentjes aan. Nee, ik heb ook geen sjaal op. Nee, maar oké, okay, maakt niet uit. Kort maar krachtig. Ik ga mijn grote vriendin ophalen van de tram. Ja. Waarschijnlijk wil ze ook niet gevlogd worden. Maar dat maakt niet uit. Dan doe ik mezelf maar weer vloggen. Ja toch? Ja. En wat loop jij nou weer te grijnzen? Hé? Dat je nog iemand niet gevlogd wil worden. Nee, precies. Ga maar. Hè? Duidelijk. Mooi, goed zo. Nou, ligt iemand nou zo lekker te slapen? Oh, dit is cutie. Dit is cutie. Dit is zo lief. Oh, dit is zo lief. Even gelijk een mooie foto ervan maken. Even de bovenkant. Nou, die ligt ook lekker te slapen. Die heeft net wat kapot gemaakt. Nou ja, kleiner gemaakt. Ik ga gelijk in de prullenbak daar in de keuken. Nou, ik ben lekker aan het opruimen geweest. Zometeen nog daar wat meer opruimen. Die is lekker aan het eten. Hey, Speedy. Hey, kerel. Hey, Trekkie. Hey. Oké, hoe dit erbij ligt, ik weet het niet, maar oké. Dit ligt wel weer heel erg passant erbij. De nieuwe husky / malamoet houding. Ja. IKEA bouwpakket. IKEA bouwpakket, inderdaad. Joehoe. Oh, 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 oh. Alles leg ik vast hoor, Lovely, voor jou. Alles. Zo heeft Lady Anne nooit gelegen op deze manier. Nee, volgens mij ook niet. Oh, 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 oh. Is dit weer een nieuwe houding, meid? Ligt dit lekker? Volgens mij wel, hè? Ja, toch maar niet. Gaan we toch maar dat andere pootje even intrekken weer hier. Wat een lekker ding ben je ook, hè? Ja, je bent zo lief. Wat denk je, Ro? Ik denk erover om het te scheren. En van die vacht een mooi lekker boontje te maken voor mezelf. Kijk die. Ja, kan ik wel. Maar ik kan ook hem niet scheren. Nee. Gaan we ook niet doen, niet. Lekker borstelen. En dat borstelt daar iets leuks van doen. Oh, 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 oh. Lekker ding is het ook. Hè? Ja. En toen had ze alweer een nieuwe houding uitgevonden. Ja. Lovely haar nieuwe lichthoudingen.
Lovely haar, nieuwe lichthoudingen. Hè? Ligt dit lekker? Kan hoor niet. Oh. Ga er maar voor langs, schat. Je bent moe ook, hè? Ja. Lekker ding. Nog even, en ik mag hier al blijven verfilmen hier al. Met die houdingen van de. Alweer een andere lichthouding en dat binnen 10 minuten? Zoiets? En ze is gewoon nog moe. Zullen we daar maar op houden? Ja, ze is gewoon moe. Even. Lovely, kom maar. Nee, even. Kom dan, Lovely, kom. Ja, kom dan. Je kan het wel. Ja, je kan het. Kom dan, Lovely, kom. Kom dan. Lady, jij niet. Ja, kom maar. Kom maar. Pak maar. Lovely, kom maar. En twee. Pak er dan. Nee, deze. Nee, even. Ik ben haar wat aan het leren en dan. Dan. Nee, je kan het. Vannacht ook al gedaan. Kom, weet je, even op zo'n beetje goed. Ga het pakken. Ga het pakken dan. Ga het pakken dan. Ja, ze zakt weg. Maakt me niet uit hoe ze erop komt, maar als ze er maar op komt. Goed zo, grote meid. Grote meid. Is gelukt. Ja. Staat erop hoor, op de vlog voor de 24ste. Ja. Even alleen lopen met haar. Ze loopt ergens hier achter mij. Kom maar. Nee, kom. Goed zo, kom. Nee, schat, kom maar. Ga daar niet langs, kom. Even lekker alleen lopen. Het is een mooie omgeving weer. Hè? Ja. Wat word jij mooi. Hey, Lovely. Hey, kijk eens. Wachten. Nee, blijf. Lovely. Lovely. Kijk eens. Kijk eens. Kom eens hier. Nee, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Wachten. Ga eens mooi wachten. Nee, ga eens mooi wachten, Lovely. Ga eens maar zitten. Nee, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten. Lovely. Mooie foto's van jou net gemaakt. Hè? Ja, en het waait nogal hard. Ook dat nog. Lovely. Ga nou niet langs, kom. Nee. Ja, ga je mee? Nee, kom maar. Ja. Goed zo. Doe je goed hoor. Ja. Yeah. Ga je mee dan? Hoe wil je nou dat ik ga lopen? Goed zo. Ga je mee? Ja. Ben je een braaf kind hoor. Ja. Yeah. Kom. Kom maar. Lekker lopen.
Kom maar. Ja, goed zo. Keurig. Goed zo hoor. Ben je braaf? Oké, ik zat dus gewoon op mijn bureaustoel. En wat zie ik in één keer? Dat ze dus zelf op de bank is geklommen. Dus wat doe ik even? Zo. Ha. Ja, en toen? Jij kan op de bank springen, Muttie. Hé. Hey. Jij kan gewoon op die bank springen, Tut. Hé, hey, lovely. Wat ben jij ook gemeen ook, hè? Hé, hey, kom. He, van die bank weer af. Hartstikke idee. Ja. Allemaal weer even van de bank af. Hartstikke mooi. Dan ga ik weer lekker zitten. Lekker jammer, joh. Dat zag ik namelijk eventjes in mijn ooghoek. Dus ja, dit wil ik gewoon eventjes met jullie delen. Het is me er een, hoor, jongens. Dames en heren, dit is me er een, hoor. Die kleine. Zo, en ik ben weer op de bank. Joehoe. Het is een slimme dame, hoor. Echt, zij is zo slim. Nou, ik ga heel eventjes lekker een uiltje knappen. Het is nou net 3:05 geweest. Dus ja. Dus ik ga eventjes een uurtje, anderhalf uurtje even lekker liggen. Mijn telefoon opladen, want die is nu 17%. Dus dan zie ik jullie later weer vandaag. Mazzel, tot straks. Nou, ik heb aardappeltjes al geschild en door de midden. Ik moet alleen nog water erin. Ik heb hier al uitjes. Dat gaat eerst eventjes gedaan worden. En dan ga ik nog wat anders maken met spitskool. Dus dan ga ik of koken of even bakken. Dus moet ik even kijken. Ja. Ik zal wat vertellen, hè. Oké. De spitskool. Daar gaat bij knoflook, peper. En zometeen ook nog currypoeder en paprikapoeder. Standaard twee dingen. En ik als fervent groentehater heb net een stukje spitskool geproefd. En het was eigenlijk smaakloos. Alleen dat gekraak, dat bevalt me helemaal niet. Maar als het gekookt is en in een stampotje zit, dan zal het waarschijnlijk heel goed te doen zijn. Maar we gaan het meemaken. Dus, ja, mam, ik weet het. Pannenlappen. Altijd weer de standaard pannenlappen. Je hebt nu de aardappelen erbij. Met zout en al. Ja. Heb je daar ook nog kruiden in gedaan? Toevallig? Nee, nog niet. Oké. Okay. Maar je een hele spitskool en daar blijft eigenlijk weinig van over, heb ik net gezegd. Dat heel erg slinkt.
Ja, dit slinkt heel erg. En je hebt die uien gefruit, zeg maar. Ja. Zoals dat heet, dacht ik. Ja, klopt. In stukjes gehakt, toen de pan ingedaan met bakkenbraad of olie? Gewoon met bakkenbraad, wat ik nog over had. Oh, oké. Dus heb ik een beetje met de chilepel erin gedaan. Ook weer met de standaard dingen. Ja. En de peper. Knoflookpeper. Ja, knoflookpeper. En... Ja, ik ben nooit dol op uien, maar dit rook echt lekker. Ja, en dan mag je het even zo vertellen. Wat mag ik zo vertellen? Dat jij een soort van magier bent met groenten? Ja. Nou, we hebben het helemaal gehad. Ik ben vervent groenplaten, dat is ten eerste. Er zijn eigenlijk maar 5 groenten die ik lekker vind. Het is spinazie uit de diepvries, boerenkool uit de diepvries. Doppertjes uit potje, niet uit de diepvries. Spersiebonen uit potje, blikje, niet uit de diepvries. En van die inimini baby worteltjes. Mits het allemaal goed gaar gekookt is. Maar, toen kwam je opeens met een grote broccoli aanzetten. Dus de nekharen sprong alweer bij mij overeind. Van broccoli, bah, hoef ik niet. Maar toen zei je van ja, ik ga er soep van maken. Nee, en dat zei ik niet. En dat zei jouw diëtiste Bianca. Oh, oké, nou goed. Maar jij had het dus gemaakt. In de opdracht van... En want jij durfde het niet? Ja, ik moest geen broccoli hebben. Nou, dan ga jij lekker met die broccoli spelen. En ik doe net of ik het niet opeet, maar dan gaat het even weg. Maar je had er iets mee gedaan. Gekookt en... Hoe dat ding? Een blender. Heel erg geblend. Met wat... wat heb je ermee gedaan? Iets van... Crème fraîche. Crème fraîche. En... Dan heb ik er nog wat stiekem hamblokjes doorheen gedaan. Nee, dat is niet waar. Nou goed, het was iets van worst of zo, wat ik al had ergens. En nog een beetje... Maggi. En dat was verrassend lekker. Het smaakte niet eens naar broccoli. Normaal moet ik niks van broccoli hebben. Maar dit was gewoon lekker. Ik denk van, daar klopt iets niet. Dus ja, voor de vervent groentehaters nog erger dan ik. Probeer het eens. Een soep van te maken. Door de blender. En de link die komt hier boven. Hierboven. Ja. Okay. En de ietsje. Dus even denken. De broccoli soep. Die was erg lekker. Heel raar. Ik sta er zelf nog steeds van te kijken. Ik heb hem een tweede keer gemaakt. Toen had je hem met de staafmixer gedaan. Toen vond ik hem niet echt denderend. Toen hebben we hem nog een keer door de blender gedaan. En nog een keer een beetje gekookt. En toen was hij wel weer lekker. Dus ik denk dat dat fijnhakken, heel erg verandert. Ja. De smaak is iets van, hoe ruikt het? Hoe ziet het eruit? Wat voor smaak er? Zoet, zuur, zout, bitter en die metaalsmaak, ik weet niet hoe die heet. En hoe de textuur is. Is het ijzeren smaak? Grote stukken, kleine stukken. Hoe kleiner de stuk, hoe anders de textuur is en hoe anders het klinkt, zeg maar, voor je uitkap. En het tweede wat jij gemaakt had, dat was iets met spruitjes. Smerige dingen. Dus dan had jij een of andere twee soorten spruitjes, de groene spruitjes en de paarse spruitjes, toch? Ja, en de Brusselse spruiten. Het was heel veel spruitjes. Ik denk van nou, weer die nekharen overeind. Maar toen had je toen meegekookt met aardappelen. En toen gestampt. En die rare, bittere, vieze smaak van spruitjes, die zat er niet meer bij. Normaal, en dan doe ik bij een stampot, melk doorheen. Maar melk had ik dus niet, en dus ik deed er yoghurt doorheen. Yoghurt en een beetje suiker volgens mij. Ja, heel klein beetje. Pietje. Een theelepel, eetlepel, wat was het dan? Een heel klein beetje. Heel klein beetje. Halve theelepel. Of halve eetlepel bedoel ik. Ja, zo ongeveer. Plus minus. Want ik doe altijd alles op gevoel. Precies. Dus ongeveer iets suiker. Kruiden erbij. Ja. Melk, in dit geval yoghurt. Het was biologische yoghurt. Ja. En heel erg gestampt. Dus dat je die textuur van de spruitjes niet meer merkt. Mm-hmm. Dat was... doe mij nog maar een portie. Ik denk van, daar klopt iets niet. Iemand heeft iets zitten toveren met een toverstafje. Maar het bleek karen te zijn met de kruiden en de dingen. Dus jongens, ben je vervent groenplater, net als ik? Probeer eens iets anders. Niet gewoon rauw, maar in een stamppotje of in een soep. Of iets anders. Dat je die harde
stukken niet meer hebt. Oké, ze liggen heel erg charmant. Zo, tussen het been in. Heel erg charmant. Ja. Als ze er maar bij je kunnen liggen. En die weet niet waar ze moet draaien, keren draaien. Maar jij gaat zo meteen wel even ergens anders even naartoe. Of wie? En ik lig lekker dus op de bank. En de tv staat aan. Het eten hebben we net op. Het is nu 8:45. Ja, alleen heb ik hier al lekker liggen. En hij is er ook weer. Hoi! Hoi! Alles goed? Bijna. Nou, wat zijn er? Bijna alles. Want? Er is nog afwas te doen. Ja, als ik kook, dan mag hij afwassen. Kijk, dat is slim. Dat is heel slim. Ja! Yeah. Gaan we eten krijgen? Zitten! Blijf! 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 Ja! Nee, jij deze bak, jij die bak. Ja! Yeah. Goed zo. Zal ik even wat op pauze zetten voor iemand anders? Kijk. Ze mag al namelijk over naar normaal voer, maar dan wel gemengd met nog puppyvoer. Dat heb ik dus nu ook gedaan. Eens kijken hoe dit nou zo gaat. Jee, je bent bereid, meisje. Goed zo. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte sowieso. En laat even een leuke reactie achter. Ik zou zeggen, dankjewel en tot mijn volgende vlog maar weer.